Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaat 55 jaar. President Santokki ontvangt delegatie Internationaal Monetair Fonds. Vijfdaagse Mobile Strategy and Defense Policy Course. En LVV en ASTA verzorgen workshop Duurzaam Telen voor Ananasproductie. Vandaag, 1 november, bestaat de Anton de Kom Universiteit van Suriname 55 jaar. In dit kader werd een standbeeld van Anton de Kom onthuld door president Chandrika Persat Santokki. In de avond zal ook de Dies Natalis Rede gehouden worden in de Centrumkerk op het Kerkplein. Wij voeren u terug naar het moment van de onthulling. Op deze dag zien we namelijk dat de universiteit een belangrijke handeling verricht. Namelijk aan de samenleving niet zozeer een geschenk aanbiedt, maar een standbeeld van Anton de Kom aanbiedt als waardering voor de strijd die Anton de Kom geleverd heeft, nationaal, maar ook internationaal. We zullen het beeld van de vrijheidsstrijder en schrijver Anton de Kom hier bij de ingang van onze eigen Anton de Kom Universiteit onthullen. Maar het is ook belangrijk om aan te geven dat onze eigen Universiteit van Suriname bij de viering van 100-jarig bestaan van de Staten van Suriname als geschenk is gegeven aan de bevolking van Suriname. En ik denk dat vandaag op de 55ste jaardag Anton de Kom ook als geschenk aangeboden wordt aan de samenleving, maar wel met de juiste en de eerlijke informatie over wie Anton de Kom was. Namelijk een echte verzetstrijder. Ja, geachte aanwezigen, het gaat jaren duren. Langer dan een eeuw voordat men tot de vaststelling komt dat, zoals net gezegd, hij geen communist was. Hij geen oproerkraaier was. Hij was een verzetstrijder. En gelukkig zien we ook internationaal dat die verontschuldigingen ook aangeboden zijn aan de familie. Voor de onjuiste bejegening en onjuiste betiteling en onjuiste waardering die hij al die tijd gehad heeft. De historie heeft hem vrij gepleit. Nou, het is een hele eer om mee te maken dat Anton de Kom voor een universiteit wordt geplaatst. Universiteiten, ja, daar wordt intellect een beetje opgeleid. Dus heel belangrijk, denk ik, dat dat voorgedragen wordt daar. En dat de nieuwe generatie meekrijgt daar waarvoor hij heeft gestaan, de strijd heeft geleverd. En dat een inspiratiebron voor hun kan zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, dat zonder leren kom je nergens. En zonder doorzetting kom je ook nergens. Dus dat is ook belangrijk dat die persoon dat uitstraalt. Want als je hem hebt gezien in het standbeeld en je gaat over hem lezen, dan zie je dat niets komt, zoals de president het heeft gezegd, niets komt zomaar. Je moet strijd leveren daarvoor. En die strijd is bij uitstek is dus universiteit om te studeren. Want dat is ook een strijd die je moet leveren. Om kennis te vergaren. Ja? Nou, ik denk wat net mijn broer zegt, inderdaad de strijd die hier geleefd wordt, dat je inderdaad moet inzetten voor iets, kennis moet vergaren en in discussie moet gaan, doorzettingsvermogen moet hebben, dat je daar op die manier inderdaad doelen kan bereiken. En dat is gezamenlijk moet doen inderdaad. Dat is ook heel belangrijk. En dat betekent soms dat je jezelf moet opofferen,
natuurlijk niet letterlijk, maar dat je wel ervoor inzet, dat is een deel van het geheel gewoon. Niets komt voor niks, alleen de zon gaat voor niets op. En ik feliciteer jullie allemaal en ik wens jullie allemaal een vruchtbaar collegejaar toe. God bless you, thank you. Het ministerie van Defensie heeft in samenwerking met de Security Cooperation Office van de Amerikaanse ambassade een vijfdaagse Mobile Strategy and Defense Policy Course georganiseerd. Het doel is om Surinaamse functionarissen informatie te verschaffen over diverse aspecten die van belang zijn bij het uitvoeren van internationaal defensiebeleid, het verbeteren van de civiel-militaire relaties en de samenwerking tussen diverse veiligheidsinstanties. Deze cursus duurt van 30 oktober tot 3 november in de bankethal van Torarica. Suriname is coming up to its 50th anniversary. I don't have to tell you this. 50 years of independence. It's an important kind of milestone. And it is important because you're approaching different points of decision about the future of Suriname. And it is a future where the Ministry of Defense and Suriname's security forces will continue to play an important role, both at home here in Suriname and in the region. And you will play a major role, and to do that well, you will need to have a better understanding of civilian-military relations as they apply in Suriname. You will need to have conceptualized the security landscape in which Suriname finds itself. You will need to reflect on the role of your Ministry of Defense and all your ministries in your democracy. And I believe that the time that you're taking for this training will benefit your organization as well as your country in that sense. The defense cooperation between our great nations can easily be classified as being very successful. We can even affirm that this partnership is an example for cooperation between countries in the field of defense. In the year 2023 alone, there have been more than 14 activities with respect to education, such as courses and subject matter experience exchanges. Ladies and gentlemen, I show great appreciation first and foremost to Ambassador Robert Fauché and his staff at the Security Cooperation Office for always advocating for knowledge enrichment of Suriname's government officials. As you all can see, not only military personnel are present here today, but personnel of other relevant agencies also received the opportunity to gain more understanding about the basic tasks of a Ministry of Defense in a democratic society. Normaliter proberen we vanuit ons eigen domein een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. En vaak genoeg ontdekken we dat wanneer de samenwerking niet optimaal is, wij heel moeilijk gestelde nationale doelen kunnen bereiken. In mijn installatieboodschap, zaterdag als precies een jaar terug, als bevelhebber, dus in mijn installatieboodschap als bevelhebber, heb ik aangegeven dat het defensiedenken verbreed moet worden. Deze cursus sluit daarom aan op dit voornemen. Dit brede defensiedenken is een vorm van wat men noemt whole of government approach, waar alle actoren van de overheid en andere segmenten van de samenleving de nodige synergie moeten creëren om gestelde nationale doelen te bereiken. Dit is slechts het begin. Er komen meer interacties, ook met andere stakeholders in onze samenleving. En wat ik nog kan zeggen, ik wens u heel veel succes. En het is een challenge, want de scholars van Penny Center, ze gaan ons triggeren om ook te kunnen sparren met elkaar. Als onderdeel van het Agri-Food Systems Transformation Accelerator Joint Programma werd een workshop gehouden over het duurzaam telen van ananas. De bedoeling is om productie te bevorderen in Suriname, in het bijzonder Teredidoti en Mungo.
Deze workshop vond vandaag 1 november plaats op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Together with Ministry of Agriculture and Ministry of Foreign Affairs, implementing project about development of the sustainable production of pineapple in Suriname. ASTA is a joint program, is a global initiative which is implemented by FAO and UNIDO all over the world. We have projects in Suriname, we have in Tanzania, in Senegal. Now we are opening a project in Asia, we have in Bangladesh also. It's a global initiative which should assist farmers and other stakeholders of the value chain to transform agriculture, go into the more processing production, local production, creating jobs and creating favorable conditions. And in Suriname, this project is implemented with 4 UN agencies. It is FAO, it is UNIDO, it is ILO and UNFPA, where FAO is responsible for production side, UNIDO is responsible for access to finance and processing. UNFPA is covering gender topics and ILO is about business management and job creation. Nou, dit is een onderdeel van een groter project. Dat project in het kort genoemd Sustainable Pineapple Value Chain Development Project. En het houdt in dat de ananassector een boost krijgt. Dat alle ketens, alle onderdelen van het groter plaatje, de ketens, ontwikkeld worden. En als eerste wordt dan de productie aangepakt en daarna ook de naoogst gedeelte en afzetmogelijkheden. En het is de bedoeling dat de communities in het binnenland hierbij ontwikkeld worden. Want we weten allemaal dat ananas in het grotendeels in het binnenland wordt geteeld. En het is de bedoeling dat jonge entrepreneurs, zowel mannen als vrouwen, hierbij gestimuleerd worden om dan de ananassector een boost te geven. En het is de bedoeling dat alle stakeholders bij elkaar gebracht worden en zodoende kunnen discussiëren, kunnen brainstormen hoe we allemaal kunnen bijdragen dat deze sector tot ontwikkeling komt. En dat de bevolking al daar, de producenten, beter van worden. En deze workshop wordt gehouden om dan die brainstorming sessie te houden en ook op de hoogte te brengen wat voor ontwikkelingen er gaande zijn. Er is een consultant aangetrokken voor dit project en hij is afkomstig vanuit Costa Rica. En hij deelt dan zijn ervaringen met ons. En hij heeft ook een plot opgezet in het binnenland. En het is de bedoeling dat hij dan vertelt wat de kansen zijn voor Suriname. Welke variëteiten in andere landen worden geteeld. En wat ze allemaal op hun proefaanplanten Redidoti bezig zijn te doen. En ik mag zeggen eigenlijk hierbij dat wij de organisaties die dit project helpen financieren heel dankbaar zijn. Met name FAO, UNIDO, ILO en ook andere donororganisaties die wij hierbij vergeten zijn. Daarnaast zijn er ook andere stakeholders die hun bijdrage leveren, zoals IDB, ook andere ministeries die ook hun bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit project.
President Santokki heeft op woensdag 1 november een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds ontvangen op het kabinet van de president. Bij deze ontmoeting zijn er gesprekken gevoerd met IMF-resident-vertegenwoordiger in Suriname, Charles Amo, en Anastasia Gushina, teamleider van IMF voor Suriname. Tijdens de bijeenkomst is het staatshoofd ingegaan op het volgende. De president praat heel duidelijk over beleidsaangelegenheden. En daarin slaagt hij erin om iedere keer te laten zien dat er een verbinding is tussen macro-economische stabiliteit, waar het IMF over praat, maar ook het dagelijks leven van mensen. En waar hij de nadruk op legt, is dat als die macro-economische stabiliteit er is, de koers stabiliseert, de begroting is weer in rust, de koersen en prijzen gaan richting rust. En ook omlaag, de inflatie gaat een beetje omlaag, nog een beetje hoog. Dat wij moeten laten zien dat dat in het dagelijks leven van mensen ook effect heeft. Dat hun inkomen weer verbetert, dat hun leven weer verbetert, dat hun omstandigheden weer beter worden en dat daar investeringen in nodig zijn. En ik moet zeggen dat het IMF daarin heel goed mee denkt. Het IMF heeft bij de president heel duidelijk ook de complimenten gemaakt die ik in Marrakesh een paar weken geleden heb gehoord aan het adres van Suriname en de Surinaamse bevolking, maar ook het Surinaamse leiderschap. Namelijk dat wat bereikt is in Suriname, dat dat niet is omdat we oil en gas hadden. Ja, want die geluiden zijn er, maar er is nog geen resultaat van oil en gas. Dus ook geen goede berichtgeving van oil en gas was er nog. Maar dat het resultaat is van hard werk, van leiderschap en van offers van het Surinaamse volk. En ook in dat opzicht moet ik zeggen dat het IMF zegt, er is vertrouwen in dat leiderschap en in de bevolking dat wij dingen gedaan kunnen krijgen. En er is ook het voornemen om ervoor te zorgen dat die resultaten ook zo gauw mogelijk zichtbaar worden in het dagelijks leven van de mensen. Wat we besproken hebben verder is van, er komen geen nieuwe maatregelen, het zijn de bestaande maatregelen die er al zijn, die al besproken zijn, waar al besluiten over zijn, maar die uitgevoerd moeten worden. We hebben vaak de regels wel, maar we zijn niet altijd even sterk om die regels na te leven. Waar we voor moeten zorgen is dat de regels nageleefd worden. Dat als we zeggen, we gaan spookambtenaren verwijderen, dat we dat ook echt gaan doen. Als we zeggen, orde op zaken bij de haven, zodat alle inkomsten binnenkomen, dat we dat ook echt doen. Niet alleen praten erover, maar dat we het ook realiseren. En in dat opzicht is dus dit een hele goede meeting geweest bij de president, waarbij, omdat het zo vroeg in de meeting is geweest, dat de IMF-missie dat kan meenemen in hun werk voor de volgende review. Die review wordt verwacht in december of januari. Dus er is nog wat tijd om werk te doen en wij blijven in communicatie. Een van de onderwerpen die ook aan de orde is geweest, is de financieringsmogelijkheden. Is er geld voor financiering van beleid? En ook dat is in beeld gebracht. Wat gaat er allemaal nodig zijn de komende 2 jaren nog? En waar zijn de bronnen? Waar zijn de bronnen om goed en goedkoop financiering te kunnen vinden van betrouwbare partijen? Want met oil en gas om de hoek is iedereen natuurlijk bereid om Suriname nu geld te lenen tegen allerlei voorwaarden. Wij moeten zorgen dat we daar voorzichtig in blijven en dat we met betrouwbare partijen in zee gaan en dat we de beste condities halen voor ons land. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.